als derp geholpen worden, ook richting het OK. Maar het is sport, aan het voor. En op dit moment wordt er kaart getraind, want er is een dressuurtraining van de bondscoach. En wij nemen weer even het kijkje bij de menssport. Als je goed kijkt, dan zie je dat zowel vader als zoon op het hoogste niveau meedoen. Ze hebben de meeste kans om een EK-titel te gaan pakken. IJsbrand Chardon is daar zo in de training. En daar zo in die hoek, daar rijdt Bram Chardon. Stuck in a song. You can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about. I'm sure as hell not. Cause in my mind, we're smiling on the dance floor. Late nights, skin it deep, like we're on a whole run. Got the worst now, cause we're so. Kunnen nemen bij de dressuurtraining van de bondscoach die achter plaatsvond. Nu zit ik hier zo met de top van de menssport, namelijk Bram Chardon en Ingmar Veneman. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier zo met jullie een interview mag doen. Om te beginnen, we zijn hier nou bij Bram thuis. Bram is tweevoudig Europees kampioen en gaat natuurlijk dit jaar weer zijn titel verdedigen. Hoe sta je in de wedstrijd? Ben je in vorm? Ja, zeker in vorm. Het is altijd speciaal om een kampioenschap te mogen rijden in eigen land. Zeker nu als titelverdediger. De paarden dit jaar hebben goed gefunctioneerd. Ik heb wel een wisseling gehad in mijn span. En in Beekbergen kon ik eindelijk het span rijden waarmee ik ook denk in Exlo de meeste kans te hebben. Daar kreeg ik in Beekbergen wel wat opstartproblemen nog. Maar ik denk maar zo, ja, liever daar dan in Exlo. Ik heb geleerd van die fouten en een plan van aanpak gemaakt richting het EK. En ik heb er echt heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ja, super gaaf. Bij jullie is natuurlijk dit jaar geen WK. Dat is volgend jaar weer in Hongarije, als ik het goed zeg. Ja. Is dit EK dan ook een opstapje voor het WK? Gaat dat ook meespelen? Ja, zeker weten. Kijk, het Europees kampioenschap heb ik gewonnen. Mijn ultieme doel blijft om wereldkampioen te worden. Want dan zijn favorieten als Boyd Axel en Chester Webber ook aanwezig. Alleen een kampioenschap is een kampioenschap. En die willen wij hoe dan ook gewoon winnen. En zeker dit in Exlo, in eigen land. Dicht bij de Duitse grens, waar ook heel veel menssportliefhebbers zitten. Ik denk dat het een geweldig evenement wordt. En ja, we leven er eigenlijk naartoe alsof het gewoon een WK is. Ja. En dan ben ik nog wel benieuwd, want wie zijn dan over 2 weken op de EK je grootste concurrenten? Voor wie ben je nu een beetje bang? Ik denk toch wel mijn vader. Die heeft dit seizoen heel sterk gereden. Heeft wedstrijden gewonnen. Staat ook 2e op de wereldranglijst. Heeft gewoon heel stabiel gepresteerd het hele jaar al. En is ook iemand die kan pieken op het juiste moment tijdens zo'n kampioenschap. Dan verwacht ik veel concurrentie van Duitsland. Zowel met het landenteam als individueel is Michael Brauchelen echt eentje om naar uit te kijken. Met zeker in de marathon, daar kan hij echt gigantisch hard gaan en veel inhalen. De Belgen zijn sterk, ook met land en met individueel. En dan vooral ook Glenn Geerts, die in Beekbergen een hele sterke wedstrijd had. Dus de concurrentie is sterk, ook in eigen land nog. Naast mijn vader natuurlijk Koos de Ronde. Die heeft dit jaar net zoals ik wat wisselingen in zijn span doorgevoerd. En ik verwacht ook dat hij weer met een geroutineerd span in Exlo aan de start verschijnt. En ook dat is een manner die, als het moet, weer het beste uit zichzelf kan halen. Dus het is zeker geen gelopen race. En dan ben ik nog wel benieuwd, want je kent je vader natuurlijk door en door. Weet je dan, heb je ook al bedacht hoe je hem nu kan gaan verslaan? Wat moet je doen om je vader te kunnen verslaan? Nee, daar denken wij geen seconde over na, hoe ik mijn vader moet verslaan. Wij denken eigenlijk samen na hoe we de rest verslaan. Ja. En of we dan van elkaar winnen of verliezen, dat is eigenlijk echt bijzaak. Ik ga ook niet kijken wat zijn zwakke punt is om hem daar dan op te pakken. Nee, ik kijk wat zijn zwakke punt is, omdat ik hem daar dan wil helpen om dat te verbeteren. En zo doet hij dat weer bij mij, want wij versterken elkaar juist. En het doel in Exlo is niet van hem winnen. Het doel is om samen van de rest te winnen. En dat is wel heel mooi. Wie dan goud mee naar huis neemt, dat maakt niet uit als die maar hier naartoe komt. Ja, heel mooi verhaal. Ik heb ook heel veel respect voor de vrouw naast mij, want je komt uit in het parasport. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, hoe ben je in de paramensport terechtgekomen?
Ik heb een ongeluk gehad, meer dan 20 jaar geleden. Helaas door een paard ben ik gebeten in mijn schouder. En operatie gehad, die zijn mislukt. En daardoor werd de uitval in mijn arm en in mijn schouder steeds erger. Dus eigenlijk kan ik nu nog minder als 4 jaar geleden met mijn arm. En over 6 tot 8 weken krijg ik een volledige prothese. En dan hopen ze in elk geval dat ik mijn arm iets kan optillen. Alleen de kracht in mijn hand en in mijn arm is gewoon maar 5 tot 10%. 10% op een goede dag, 0% op een slechte dag. Dus het is heel lastig, zeg maar, om ook de voorspelling te doen. Maar ja, ik lach er nou om. Ik bedoel, je kunt wel heel erg bij de pakken neerzitten. Maar we rijden bij de para's. En als je om me heen kijkt, er zijn zoveel mensen met een handicap die zich eigenlijk helemaal niet gehandicapt voelen. Ja. We hebben mensen met een dwarslesie, mensen die benen of ledematen missen. En dat die toch ook zo goed in die mens wordt gaan. En dat met elkaar, denk ik, heb je ook respect voor elkaars handicap. Maar het is sport, dus we gaan er gewoon voor. Ja. Wat ik me dan wel gelijk afvraag, u bent dan waarschijnlijk met 1 hand. Ja, dat klopt. Welke hulpmiddelen heb je dan allemaal om alsnog te kunnen mennen? Nee, wij hebben wat dingen uitgeprobeerd. We hebben eerst een lussenteugel geprobeerd, omdat de kracht steeds minder werd van mijn arm. Dus zijn we besloten om met 1 hand verder te gaan rijden. En heb ik ook verschillende stokjes geprobeerd voor aluminium, van plastic. Om te kijken van wat is fijn in je hand om mee te sturen. En ook moet die zo lang of zo lang of zo lang. Dus daar zijn we mee aan het testen geweest. En het paard is heel belangrijk. Want mijn paarden, mijn vorige paard en mijn huidige paard, zijn allebei zo licht in de hand. Als een gewone menner ermee bent, ja, dan moet je eigenlijk bijna op je pinken wennen, omdat ze zo gevoelig is. Ja. En met dat stokje kan ik heel goed. En ik wil altijd tijdens de wedstrijd heel graag goed presteren. Dus dan pak ik wel vaak mijn rechterarm erbij en die plaats ik naast het stokje. Maar eigenlijk doet hij niet zoveel, maar voor mezelf. Alleen, ja, dan is het wel weer heel zwaar en heb ik er vaak te veel mee gedaan. Als ik andere menners zie trainen, blijven ze best wel heel mooi dicht bij de objecten waar je omheen gaat. Ja, ik zit er altijd net iets verder vanaf. Heeft ook een stukje met lef te maken, maar je hebt maar die ene hand. Dus het is, als ik een wending zo naar links doe, kan ze over de buitenschouder weglopen. Ja. Dus mijn groom is mijn alles. Als ik geen goede groom heb, ja, dan is de wedstrijd voor mij verloren. Ja. Zonder een goede groom kan ik geen wedstrijd rijden, want die is mijn rechterhand en die is mijn navigator. En ook als ik heel moe word in mijn linkerhand, zeg maar, ik heb iemand achterop staan die ten alle tijde mijn leidsel kan pakken. Ja. Als er wat gebeurt. Ja. Daar gaan we niet vanuit. Nee. Ja, ja, zo zie je dat het niet alleen met je paard een goed team moet zijn, maar het hele team omheen zou alles optimaal moeten zijn om te knallen. Ja, het is natuurlijk voor u het WK over 2 weken. Ja. Ja, wat zijn uw verwachtingen van het WK? Waar hoopt u te staan op het WK? Ja, ik zou natuurlijk graag voor de eerste plek. Maar het is niet, er doen echt hele goede para's aan menners aan mee. Duitsland komt met een heel sterk team. Engeland komt met een heel sterk team. Amerika is er zelfs met een heel goed team. Die heeft gewoon goede paramanners. Dus het is niet zo even kat en bakkie, je kunt die WK en je hebt een podiumplek. We moeten er wel echt voor gaan rijden, maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Jullie natuurlijk heel graag in actie gaan zien, maar ja, welke dag is nou het leukst om te gaan komen kijken? Hoe ziet het programma eruit? Nou, we hebben donderdag en vrijdag de dressuur. De paramanners zijn donderdag en daarachteraan zijn de vierspanmanners. En vrijdag hebben we ook de vierspanmanners. En zaterdag hebben we de marathon. En dat is gewoon in Exlo perfect geregeld. Je kunt alle hindernissen eigenlijk zien. Je kunt er heel makkelijk heen lopen. Het is gewoon ontzettend gaaf om iedereen in actie te zien. Er is een hele leuke waterbak. De hindernissen zijn best wel uitdagend. Ook een heuvel op en dergelijke. Het is echt heel erg leuk om te zien. Ja, en zondag de vaardigheid. Ja, marathon is vaak het spectaculairste onderdeel voor de toeschouwers. Voor onszelf is denk ik de zondag weer het spannendst, want dat is de ontknoping. Daar wordt echt beslist wie er wereldkampioen en Europees kampioen gaat worden. Ook daarbij weer een heel mooie opzet in Exlo, dat je zowel het losrijden als de prestaties in de hoofdring van heel dichtbij
kan zien. De opzet van het terrein, juist de compactheid ervan, dat maakt denk dat je heel snel sfeer krijgt. En ook met de evenementen die ze eromheen hebben, de stands die er omheen staan, de sites events die er zijn. Ja, ik denk gewoon dat het voor jong en oud, meisje, jongen, het maakt niet uit. Het wordt daar gewoon een geweldig mooi evenement. En of je nou wat met mennen hebt, ja of nee, de actie die erbij komt kijken, de spanning, de sensatie. Voor iedereen echt een aanrader. Nou, super bedankt voor jullie tijd. Ik wil natuurlijk nog wel een heel klein kijkje krijgen hoe je nou de laatste trainingen voor zo'n EK-WK doet. We zijn hier bij Bram, dus we gaan eens kijken of Bram ons mee kan nemen. En dan gaan we aan de slag. Paarden staan klaar. Nou, let's go. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on. De belangrijkste paard op de span staat is linksvoor, dat is James Bond. Die hoort ook bij de A-selectie die straks mee moet naar Exlo. Dat paard is heel erg gespecialiseerd in de marathon en in de vaardigheid. Daar staat hij ook links voor. Daarin geeft hij echt een hele grote meerwaarde. Hij is wel dusdanig getraind dat in geval ik een paard heb met een blessure, dat hij ook een dressuurproef zou kunnen lopen. Maar zijn meerwaarde en zijn specialisme zit echt in de marathon en de vaardigheid. De andere paarden eromheen, dat zijn allemaal indoor paarden die bij ons in de winterserie meelopen. Deze paarden zijn dusdanig geselecteerd dat ze ook in geval van nood mee zouden kunnen in het buitenseizoen. Dus die zouden ook buiten marathon kunnen lopen, die zouden ook een vaardigheid kunnen lopen. Die zijn ook opgegeven bij de nominatieve inschrijving voor Exlo. En dat is ook de reden dat we deze paarden in training houden en dat ik ze vandaag ook meeneem in een specifieke marathontraining voor Exlo. Leuk idee! Nee, super cool gevoel. Het voelt echt als crossen. Maar ja, dan op de koets. Wat is nou de moeilijkheid aan het water, Bram? Dat de paarden heel erg afremmen of zit er ook nog stuurkunst? Ja, het lastigste is, de achterpaarden kunnen wij met de zweep nog wat ondersteunen dat ze door blijven lopen. Of om te overtuigen dat ze erin moeten. Ja. Alleen die voorpaarden, daar kunnen wij behalve met de stem, kunnen we daar niet veel mee. Dus die moeten wel uit zichzelf echt wat water in willen gaan. Ja. Met het zadel kan je hem dan nog een keer been geven of aanmoedigen. Ik kan hem aanmoedigen met de stem, de voorpaarden, maar verder met zweep of met mijn been kan ik er natuurlijk niet bij. Ja. Dus die moet ik wel echt leren dat ze uit zichzelf het water ingaan. Dat was niet normaal, dat gaat zo hard. Ik dacht echt, daar ga ik en dan moet je tegenhangen. Het is echt, die sport is zo vet. Het is echt, wat een team is dat joh. Je bent niet alleen, je moet het echt met z'n allen doen joh.
Utrecht zijn we weer terug. Het was super, super interessant om mee te rijden. Ik vond het heel vet. Wat was uw gevoel op de koets? Want dat is toch echt, het gaat zo snel. Ja, ik heb nog nooit op een vriesbrand gezeten. Dus ik vond het hartstikke leuk dat ik achterop moest gaan. Ik ben buiten niet zo hard ging. Anders had ik het niet vol kunnen houden. Maar het is gewoon echt heel gaaf om te zien. Ja, ja. Super. We hebben allebei veel respect voor Bram. Maar ik heb voor jullie allebei veel respect. Bram, wat kun je nog vertellen? Ja, zijn ze in vorm voor het EK? Is James in vorm James, voor het EK? Ja, hij doet een beetje chagrijnig zie ik tegen de andere paarden. Hij staat natuurlijk een andere buurman nu. Maar hij is in bloedvorm. Hij is super scherp. Hij is heel gretig. We zagen het op de bult. We zagen het op het water. Hij duikt er gelijk in. En onderweg naar huis wilde hij nog een uur aan de gang blijven. Dus hij... Hier heb ik hartstikke vertrouwen in. Vanochtend met de bondscoach een hele goede training gehad met het dressuurspan. Dus ik denk dat we goed op schema liggen. De komende twee weken de paarden fit houden, de laatste puntjes op de i en dan... Dus willen jullie deze twee topmannen manners in actie zien? Kom dan over twee weken naar Exlo bij het EK en WK. En dan zien we jullie daar. Bedankt voor het kijken. Doei doei!